Vrienden, welkom op deze nieuwe autoreview. Vandaag reizen we in zeer goed gezelschap. Eerder was ik al zeer onder de indruk en ook een tikkie geïntimideerd door hun DBS Superleggera. Deze keer is het aan de beurt aan de DBX. Qua design blijft dit absoluut een Aston Martin. Alles is gewoon een beetje hoger, breder, dikker. Onze wagen heeft de kleur Minotaur Green, Minotaurus Groen. En bollen doen we op 22 duimsvelgen achteraan bandenmaatje 325. Jawel, serieuze kleppers. Vooraan vinden we een huge Aston Martin grill en ook een heel groot Aston Martin logo. Persoonlijk favoriete detail vooraan zijn die gaten van de remkoeling, die tegelijk ook fungeren als dagrijlichten, dus in de rand daarvan, en ook nog eens de richtingaanwijzers bevatten. Wauw, dat is design. Ja, de zijkant dan. Het is een fantastisch dynamisch profiel over de hele lijn, met dan als eyecatcher die grote luchtgeleider langs de deur. En de geïntegreerde deurklinken, zoals we die ook al zagen bij de DBS Superleggera. Achteraan dan was het voor mij wat wennen aan die grote ducktail spoiler en vooral dat groot stuk rechte carrosserie. Daaraan voel je toch ergens dat ze hadden de sportwagen Aston Martin en ze hebben die voor de SUV-versie dan volledig uitgerokken. Dat is zo wat... Onze wagen heeft trouwens niet de sportuitlaat. Er is nog een sportievere versie van de uitlaat, al mogen we niet klagen. Sport Plus, even terugschakelen. Vierde versnelling. De sportuitlaat moet echt wel ongelooflijk klinken. Ik hoop dat ik die ooit nog ga kunnen testen, dat ik de twee ook naast elkaar heb. Ja, binnenin, ik hoef het u waarschijnlijk niet te vertellen, vinden we heel veel leder, heel veel Alcantara. Ik heb echt het gevoel dat ik in een Hermes-valies zit momenteel. Deze wagen is gespekt naar een luxe beleving eerder dan naar de ultieme sportiviteit. Bijvoorbeeld deze panelen, dit deel, dat kan ook perfect in glanzend carbon. Het is een prachtige spek. Je zou het moeten zien, je zou het moeten voelen, je zou het zelfs moeten ruiken. De kleur van leer die hier gebruikt is Oxford Tan. En de kleur van de stitching is trouwens Bitter Chocolate. Cool, hè? Als we dan kijken naar de opbouw van het hele dashboard, van de hele voorkant, dan zie je dat er toch weer voorrang is gegeven aan dat design. Ze wilden echt wel een symmetrische opbouw. Die startknop weer in het midden en dan die drive modes symmetrisch links en rechts ervan, eigenwijs. En check dit. De fantastische Alcantara zonneschermen. Niet alleen dat, nee. Een tweede scherm. Wat zegt u? Een tweede scherm? Jawel. Dit tweede scherm. Weet je, in andere plebsmobielen moet je gewoon kiezen. Ga ik de voorkant of ga ik de zijkant blinderen? In deze wagen niet. En zeg je van, ik wil toch liever enkel aan de zijkant. Kan deze gewoon terug omhoog. Spatsen, hè. De centrale bediening hier, dat komt u misschien bekend voor. Dat is ook niet verwonderlijk, want dat is gewoon een Mercedes-onderdeel. Er zitten hier her en der trouwens nog andere Mercedes-onderdelen. Dat is ook niet echt verwonderlijk, want Mercedes heeft een serieus aandeel in Aston Martin. Stuurwiel dan is compact en overzichtelijk. Mooie flippers erachter die vasthangen aan de stuurkolom en niet meedraaien met het stuur. En dan hier vinden we dat gat los door, onderdoor de middenconsole. Dat is heel mooi van design. En daar kan je nu sinds de 2022 update van deze wagen ook je gsm draadloos inladen. Dus er is vanaf nu ook een wireless Apple CarPlay beschikbaar in deze DBX. De kofferruimte dan, ja, die is echt gigantisch. Dat associeer je niet met Aston Martin. De achterbank kan ook nog via een knop links en rechts apart naar beneden gelaten worden. Het is geen vlakke laadvloer, maar je krijgt er wel een paraplu bij. Dat is een beetje kiezen. Trouwens, 32 graden momenteel. Vorige week was het nog bijna aan het vriezen. Ik heb zetelkoeling. Dat maakt wel lawaai, maar het was dat of een zweetreed. Dan kies ik toch voor het lawaai. Onder de motorkap vinden we de 4 liter twin turbo V8. Een AMG blok trouwens. Dus ook in het hart van deze wagen vinden we wel degelijk Mercedes onderdelen terug. En in deze wagen maakt dat blok 550 pk en 700 Nm koppel. De 0 naar 100 doet hij in 4,5 seconden. Hij is uiteraard vierwiel aangedreven, maar echt wel met een achterwiel aangedreven karakter. Dus de voorwielen gaan waar nodig bij corrigeren, bijsturen. All-wheel drive, rear wheel biased heet dat dan. Oké, the beast is awake. Ik heb hem gevonden, de sweet spot. Even zachtjes op het gas en dan alles los. Ja, plarap. Bob op. Plop.
Yeah, Pops en Banks, ze zijn er wel degelijk. Ook met deze niet-sportuitlaat. Standaard komt deze DBX met een 3-chamber luchtvering en een anti-roll control. Maar dat wil zeggen dat hij dus ook niet helpt in de bochten voor dat leuke sportwagengevoel. Maar vergis u niet, deze wagen kan ook heel hoog op zijn poten. Want die kan ook echt zijn mannetje staan offroad. De prijs. De prijs. De prijs dan. Voor deze DBX moet je toch om en bij de 200.000 euro inclusief BTW voorzien. De wagen waarin we nu zitten is trouwens te koop bij Aston Martin Brussels. Er is altijd heel voorzichtig mee gereden. Enkel een oud vrouwtje die ermee naar de winkel ging, naar de bakker. Nooit circuit mee gedaan. Staat 200 kilometer op de teller. Deze wagen is te koop voor 219.000 euro. Inclusief BTW. En dat wil zeggen dat we qua budget echt nog wel een pak hoger zitten dan de F-Pace SVR, de Audi RSQ8, de BMW X5M. Dit is eigenlijk Lamborghini Urus geld. Welke zou jij kiezen? Urus of DBX? Let me know in de comments. Anyway, ik ben fan en ja, nu wil ik er eentje. Hè? Vrienden, erg bedankt om weer te kijken naar deze korte autoreview. Laat me weten wat jullie van dit soort kortere mini-reviews vinden. Review, het is eigenlijk gewoon de specs van deze wagen overlopen. Of hebben jullie liever echt een review van een kwartier waarin dat ik al mijn bevindingen van een hele week rijden met een auto met jullie deel? Let me know in de comments. Als je deze content leuk vindt, geef dan zeker een like. En als je dit kanaal leuk vindt, alsjeblieft abonneer je dan. Dan kan dit kanaal ook blijven groeien. Kunnen we meer en meer van die exotische wagens ook beginnen testen. Kijk ik alvast heel erg naar uit. Ja, dan rest mij u enkel nog te bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie erg graag terug in een volgende autoreview. Bye!